Voorbereiden is altijd halve werk, dus we gaan olie wisselen. Wat we dan nodig hebben is een olieopvangbakje. Deze doppen zijn erg handig. De Tona heeft die gewoon in het assortiment om het oliefilter los te maken of om vast te zetten. Om los te maken kun je natuurlijk ook gewoon een tank gebruiken. Is eigenlijk heel simpel. Filter gooi je daarna toch weg. Dus die, als die een beetje beschadigd is, is die niet erg. Natuurlijk een schoon oliefilter, een nieuw oliefilter. Een olievulkannetje. En natuurlijk verse olie om hem weer af te vullen. Nou, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt om olie te wisselen bij een motorfiets. De Tona heeft eigenlijk bijna alles in het assortiment wat je nodig hebt. Kijk op de website wat je nodig hebt om olie te wisselen. En dan kun je zelf aan de slag. Ja, elke motor heeft onderhoud nodig. En zeker een racemotor, die wordt zwaar belast. Dus wordt de olie ook zwaar belast. Dus de olie wisselen best wel redelijk vaak. Meestal 2 wedstrijden en dan gaat de olie er weer uit en dan pakken we weer verse olie. Uiteindelijk gaat er maar 3,5 liter in, dus dat zijn de kosten niet. Dus dat gaan we dan ook vandaag gaan we laten zien hoe we de olie van de racemotor vervangen. Hier vul je hem bij, maar het moet er ook uit. En eruit zit aan de onderkant. Mooi om te zien is, als de motor gelopen heeft, is de olie dun. Dan neemt hij eigenlijk ook alles mee wat er in de olie zit. Aan vuil neemt hij ook goed mee. Dus laat een motor van tevoren warm draaien, dat hij zo rond de 60, 70 graden is. Dan brand je nog net niet je vingers aan de olie als het over je handen stroomt. Onderaan de aftaplug, daar zit, bij sportmotoren zit er ook vaak een magneetje, bij crossmotoren ook. Check die goed wat er aan zit, want dat bepaalt ook een beetje de staat van je blok, hoe de slijtage is. Als daar grote delen staal aan zitten, wat meestal duidt op iets wat uit je versnellingsbak komt of van een tandwiel af, ja, dan moet je dat eigenlijk wel gaan checken. Zolang er heel fijn vijlsel aan zit, is er eigenlijk niks aan de hand. Dat zijn normale slijtpatronen. Motor warm draaien, aftapplug eruit, olieopvangbak hebben we. Dus we zijn eigenlijk klaar om te beginnen. Aan de slag. Ja, de olie is warm, dus de aftapplug die kan eruit. Zit eigenlijk altijd op het laagste punt van het katter. Bij een motorfiets, maar ook bij een auto. Dus die moet eruit. Ik heb aan de andere kant de vulplug eraf gehaald. Zodat het ook in één keer goed door kan lopen, zodat hij alle vuil goed meeneemt. Aan de voorkant hebben we een filter. Die hebben wij geborgd bij de racemotor. Dat is verplicht. En die hebben we geborgd met een slangenklem. Dan sluit hij hem helemaal op en kan hij eigenlijk geen kant meer op om eraf. Op die manier. Om een filter eraf te halen heb je doppen. Gebruik hem meestal voor het erop zetten van het filter, dan beschadigt hij niet. En voor het eraf halen, ja, je gooit hem toch weg, kun je ook een filtertank gebruiken. Is dan ook handig. Olie aftapplug. Let er even goed op dat de afdichtring, die is van koper aluminium, dat die meegaat, dat die niet in de olie valt, want dan moet je met de handen in de olie om hem te zoeken. Je pakt hem eraf en je kan meteen checken. Je ziet hier wat vijzel zitten. Dat is eigenlijk allemaal fijn, geen grove delen. Dus dat betekent dat alles mooi in orde is. Mooie slijtage, geen gekke dingen. Dus olie loopt eruit. Er zit ongeveer 3,5 liter olie zit erin. Dus dat is heel weinig. Kijk goed naar de specificaties als je olie wisselt. Wat voor olie er in het motorblok moet, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Elke olie heeft zijn eigen specificaties. Wij rijden met olie, ik rij zelf met Q8 olie. Bestemd tegen zware belasting. Voor racemotoren rijden we al jaren mee en dat bevalt erg goed. Maar zo heeft elke coureur, elke motorrijder, die heeft zijn eigen olie eigenlijk. En iedereen doet erin waar hij een goed gevoel bij heeft. Belangrijk is, koppelingsplaten die moeten het goed blijven doen. En als je verkeerde olie hebt en je koppeling gaat slippen, daar schiet je natuurlijk niks mee op. Nou, we laten hem een beetje uitlekken. Kan ook het filter kan eraf.
Bij deze BMW is dit echt de eerste olie die eruit gaat. Dus de inloopolie heeft er nog in gezeten. Ik hou de inloopolie er altijd ietsje langer in, zodat het blok echt goed in gaat, kan slijten. Inloopolie is meestal of mineraal of half synthetisch. Om het blok goed in te laten slijten. Ga je één keer naar een synthetische olie, dan is eigenlijk het slijpatroon van het blok binnenin is eigenlijk over. En is dat bepalend. Dus alles moet onder zware belasting, moet goed inlopen om een lange levensduur te garanderen. Bij een racemotor is dat nu ongeveer 400-500 kilometer heeft de olie erin gezeten. Het is relatief lang, zo lang zit er eigenlijk niet in, maar omdat het een inloopolie is, kan dat prima voor het inslijten. En kan meteen de kleur van de olie ook checken, die is niet heel donkerzwart, dus we zijn in ieder geval heel mooi op tijd. Eigenlijk kunnen we dan meteen het nieuwe filter er ook weer opdraaien. Pak een heel klein beetje olie op de vinger en smeer de afdichtring. Smeer die een beetje in met olie. Dan heb je in ieder geval meteen weer een goede afdichting. En deze kunnen we er ook meteen weer op draaien. Pak nu wel een dop, omdat die er mooi omheen past. Vast is ook vast. Nou, hij is zo goed als uitgelekt. Gaan we het plugje even schoonmaken. En dan kan het plugje er weer in. En dan kunnen we olie bijvullen. Ja, de BMW kan weer afgevuld worden met olie. Er gaat 3,5 liter gaat erin, inclusief filter. Het is belangrijk dat je daar even naar kijkt. Maar op elke motor zit eigenlijk ook een... of een pijlstok of een pijlglas om het extra te checken. Zo weet ik ook het verschil tussen minimaal en maximaal is 0,8 liter bij deze BMW. Dat is best wel redelijk wat natuurlijk. We gaan meestal halverwege zitten, hoeft niet tot de nok aan toe vol, want wij controleren eigenlijk heel veel de olie en we wisselen heel veel. Dus we gaan toch op safe en we zetten hem gewoon ongeveer halverwege. Het zit nog een heel klein beetje in, maar we checken even aan de andere kant. Wat eigenlijk heel onlogisch is, hebben eigenlijk alle motoren hebben dat. En daar irriteer ik me zo aan. Hier zit het vulopening, maar je moet altijd naar de andere kant om te kijken of er genoeg olie in zit. Snap jij het? Ja, altijd even checken aan de andere kant van de motor waar het puigglas zit. Deze staat halverwege. Ietsje beneden halverwege. Maar wij checken zo vaak de olie dat die eigenlijk zo prima staat voor de race. Hoeft niet helemaal tot bovenaan vol. Dus deze is weer vers. We kunnen weer rijden.